Goedemorgen, broeders en zusters. Goedemorgen. Fijn om in uw midden te zijn. Het is een voorrecht om hier te mogen zijn. Ik zal mezelf eerst even introduceren. Dan weet u naar wie u luistert, naar wie u kijkt. Mijn naam is Jan Koeslag, zoals broeder al zei. En ik ben getrouwd met Sharon. We hebben samen 3 kinderen. Wij wonen in Spijkenisse. En in het dagelijks leven ben ik directeur van een vluchtelingenschool. We hebben ongeveer 150 cursisten, 80 vrijwilligers. Dat is altijd een hoop te doen. Veel moslims ook, die momenteel bezig zijn met de Ramadan. Altijd een goede uitdaging om met die doelgroep bezig te zijn. Wij zitten in de gemeente van Pastor Nardo Borgers. Met veel plezier, al 2 jaar. En wij dienen in de gemeente en we hebben het enorm naar ons zin. Het is een warme gemeente. En het is fijn om zo contact, vriendschap te hebben met de gemeente. Een leuke bijeenkomstigheid is dat zowel Nardo als broeder Gisli, wij hebben op dezelfde bijbelschool gezeten. Alleen niet bij elkaar. Want inmiddels ben ik er al 21 jaar van af. En misschien jij een jaar of 5 of iets. Ik weet het niet. Maar goed, we hebben op dezelfde bijbelschool gezeten. Wat ik ook doe is veel zendingsreizen maken naar het buitenland. God heeft me echt geroepen voor een evangelistische bediening. Ik reis heel veel naar Oost-Europa. God heeft al op jonge leeftijd in mijn hart gelegd. En ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom het Afrika niet Afrika is of Zuid-Amerika of Azië. Maar heel sterk voel ik een roeping voor Oost-Europa. En vaak gaan wij met een team gaan wij naar Oost-Europa toe. Wij prediken het evangelie in Bulgarije, Roemenië, Oekraïne. En we zien wonderen van God gebeuren. We zien wonderen onder moslims die massaal tot de Heer komen. En het is geweldig om te zien hoe God gewoon werkt. Het is een voorrecht om hier te mogen zijn, om jullie te mogen bedienen met het woord van God. En vanochtend ben ik hier om u te bemoedigen. Ik wil u bemoedigen met een kort woord en daar zit een deel van mijn getuigenis in. Daar zal ik zo meteen meer over vertellen. En mijn thema van deze ochtend voor degene die meeschrijven is vertrouwen op God, ondanks de druk van het leven. Ik herhaal, vertrouwen op God, ondanks de druk van het leven. En in ons leven, misschien heb je het nog niet meegemaakt, maar ik denk iedereen zoals je hier zit, hebben we het wel meegemaakt. Dit leven geeft druk. Dit leven zet ons onder druk. We hebben te maken met druk. Vaak zijn we druk met allerlei dingen. Ik bedoel, hoeveel mensen zijn hier ouders? Hoeveel mensen? Steek even je hand op. Ik zie genoeg handen. Dan ervaar je druk. Amen? Amen. Oké. Je kunt je ook druk voelen. Bezig zijn. Dat heeft alles te maken ook met tijd indelen. Waar geef je je tijd aan? Misschien kent u die mensen. Daar wil je heel graag al heel lang een afspraak mee maken. Maar wat is hun antwoord? Nee, het kan niet, want ik ben te druk. Altijd druk, druk, druk. En te veel druk kan soms leiden tot stress of burn-out. Nu heb ik eventjes opgezocht wat druk precies is. Wat is de definitie van druk? En er schijnen 21 betekenissen te zijn van druk. Je hebt allerlei soorten druk heb je. Natuurkundig heb je druk. Maar ook met het weer heb je hoge drukgebieden, lage drukgebieden. Je hebt bloeddruk. Je hebt oliedruk. Allerlei druk heb je. Maar waar ik vanmorgen over wil praten in het kort, dat is druk, pressie, spanning, druk, druk in je leven. Ieder mens heeft met druk te maken. Of je nou wil of niet wil. Is niet een vrije keus. Maar mensen staan onder druk. En eigenlijk begint het al met je geboorte. Als jij geboren moet worden. En hoeveel herinneren nog hun geboorte? Nee, niemand. Dat is onzin. Dat is onzin. Maar als je geboren wordt, is daar op een gegeven moment een druk om uit de moederbuik te komen. Het leven begint al met druk. En vaak, door je leven heen tot aan je dood, heb je te maken met druk. Veel mensen kunnen zich op hun sterfbed
enorm druk maken. We moeten dingen in orde gaan maken. Het leven brengt druk met zich mee. Wat dacht u van relationele druk? We hebben allemaal relaties. Je hebt ouders. Je hebt kinderen. Je hebt broers en zussen. En relationele druk is iets wat heel veel voorkomt. Kan heel veel spanning met zich meebrengen. Schoonouders. Wie hebben hier schoonouders? Wie houden van hun schoonouders? Ik hoor gelach. Is ook niet altijd makkelijk soms. Want je hebt te maken met mensen. En mensen zijn anders dan dat jij bent. En dat kan druk met zich meebrengen. Collega's. Collega's is een ander hoofdstuk. Kan ook enorm druk met zich meebrengen. Stel jij wil promotie maken. En ze zijn al een tijdje aan het kijken op het bedrijf. Wie kunnen we vragen om een leidinggevende functie te geven? Ja, soms gaat dat met ellebogenwerk. Je kunt druk ervaren. Nou, ik denk zoals we hier zitten, iedereen die herkent dat je druk in relaties kunt ervaren. Dan lichamelijke druk. Die heb je ook. Druk in je lichaam. Spanning. Mensen kunnen soms ziek zijn van de spanning. Het kan je ziek maken. Ik weet, jaar geleden heb ik een burn-out gehad. En het duurde bijna een jaar voordat ik daar overheen kwam. Ik moest rusten. En als ik dan opstond, 7:00 ochtends. Dan was ik om 9:30 ochtends was ik alweer back af. Moest ik weer gaan rusten, weer gaan slapen. Ja, dat is wat spanning met je kan gaan doen. Als je onder druk staat. Maar ook als je ziek bent. Als je probeert om genezing te vinden door medicijnen of wat ook. Je kunt onder druk staan. Het kan druk geven. Dan heb je nog geestelijke druk. Als je kijkt naar instellingen, psychiatrische centra, zitten vol met mensen die eigenlijk de druk niet meer aankunnen. Mentale stress, trauma's. Het leven geeft druk. En wat dacht u van financiële druk? Tegenwoordig kun je zo makkelijk een lening krijgen. En dat is hartstikke goed als je een lening kan krijgen. Ik weet niet of je het altijd moet doen. En het is leuk als je een bepaald inkomen hebt om je lening te kunnen betalen. Maar wat als je in één keer geen werk meer hebt? Dan heb je wel verplichtingen. Dat kan druk geven. Ik kan u vertellen uit mijn eigen leven. Ik ben ondernemer geweest. Ik heb een eigen bedrijf gehad. En uiteindelijk ging dat bedrijf niet goed. Ik had mensen in dienst. Mijn vrouw die werkte ook in het bedrijf. En we hadden webwinkels waarin we spullen verkochten. En alles gaat leuk en goed en ontspannen. En natuurlijk ben je ook druk met het bedrijf. Maar op het moment dat bepaalde importlijnen wegvielen en we moesten Europese producten alleen nog maar voeren. Wat iedereen ook verkocht. Ja, toen ging het snel bergafwaarts. Want je moet concurreren tegen heel veel mensen. En die gaat een euro onder zitten, die gaat er 10 euro onder zitten. En op een gegeven moment kwam dat moment daar, dat je zit te zwoegen en zit te werken. Dat je onder hevige druk staat. En dat je je vrouw aankijkt, eigenlijk met tranen in je ogen. Je hebt geprobeerd om te overleven. Maar helaas komt daar een moment dat je moet zeggen, de teugels moet je loslaten. En dan heb je even iets te verwerken. Amen. Je hebt 3 kinderen thuis, 3 kinderen in de groei. Nou, als je kinderen hebt, dan weet je dat het heel veel kosten ook met zich meebrengt. En we keken elkaar aan en tranen rolden over onze wangen. En we zeiden, wat hebben onze kinderen nu nog te bieden? En dat was de eerste gedachte wat in je opkomt. Want als je failliet bent en je raakt je huis kwijt. En in die tijd overleed mijn vader ook. En allerlei andere dingen. Je bedrijf raak je kwijt. En in één keer van een goed inkomen moet je het doen met een uitkering van 1100 euro. Met 3 kinderen. Met je huur. Met je verzekeringen. Alles. Ja, ik zal je zeggen, je staat onder druk. Je staat onder druk. Nou, ik heb een aantal voorbeelden opgenoemd hoe je onder druk kunt staan. U herkent de druk.
Mijn vraag vandaag is, wat is jouw druk? Wat is iets waar jij mee worstelt vandaag? Wat zet jou onder druk? En heel vaak de eerste gedachte die je krijgt is iets waar je mee worstelt. Wat is jouw druk? Is het relationele druk? Is het geestelijke druk? Is het financiële druk? Lichamelijke druk? Druk hebben we allemaal. Maar soms lijkt het alsof alles tegelijk komt. Wat doet u met die druk? Wat doet u als u onder druk staat? Ik weet heel veel mensen die gaan dan ontspanning zoeken om van de druk af te komen. Ze gaan naar een sauna toe. Of ja, een ontspanningsoord of iets. En dat mag allemaal, dat is goed om van de druk af te komen. Maar weet je wat ik zo mooi vind in de Bijbel? Aan de Bijbel, daar zie je ook dat mensen onder druk staan. Mensen staan onder druk. Kijk naar het verhaal van Jozef. Nou, Jozef is echt een voorbeeld van een man die heel veel druk heeft gekend. Allereerst ben je eigenlijk een beetje het buitenbeentje van de familie. Nou, misschien ken je dat. Iedereen kan het goed met elkaar vinden. Ze nodigen elkaar uit. Maar jij bent het buitenbeentje. Jij hebt eigenlijk niks te vertellen. Je bent een buitenbeentje en vervolgens word je verkocht als slaaf. Ja, dat is zo vernederend. Dat doet iets met een mens. Vervolgens mag je werken in het huis van Potifar. En word je beschuldigd van seksuele immoraliteit. Je wordt gevangen gezet. En niet voor een dag of voor 3 dagen of voor een week. Je wordt meerdere tijd word je gevangen gezet. Ik weet niet hoeveel jaar. Dat geeft druk, dat soort situaties. En soms lees je daar zo snel overheen als je dat soort dingen leest in de Bijbel. Maar vergeet niet dat we te maken hadden met een persoon, met emoties. We hebben ook mensen als Daniel. Daniel in de leeuwenkuil. Nou, jullie kennen dat verhaal. Hij wordt geworpen in de leeuwenkuil. Ik kan je zeggen, dat geeft druk. Misschien hebben jullie allemaal het filmpje gezien van de dierentuin, 2 weken geleden, 3 weken geleden. Waarin een gezin met de auto ging in een safaripark. En zij dachten even uit te kunnen stappen. Ja, dat is geen goede keus. Want er lopen leeuwen rond en er lopen dieren rond die jou een lekker hapje vinden. Nou, je zag ook eigenlijk aan de beelden, als jullie de beelden hebben gezien, dat ze eigenlijk al zaten te azen op het kleine kindje wat ook was uitgestapt. Ik denk dat deze mensen in die hele korte tijd druk hebben ervaren. Nou, neem nu Daniel. Je wordt in een leeuwenkuil gegooid. Maar gek genoeg vindt daar een wonder plaats. Want de leeuwen, misschien hadden ze net gegeten, had God voor gezorgd. Maar hij kon druk ervaren, maar toch God was met hem. David ervoer druk. David, koning David. Hij was koning David, maar daarvoor was hij een herder. Hij lette op de dieren. Hij voelde de druk, maar God was met hem. En dat maakt het verschil. Ik wil met u lezen Romeinen 10, vers 11. En in de tussentijd dat jullie het opzoeken, neem ik wat water. En meestal het volste glas daar is nog niet aangekomen. Romeinen 10 vers 11. Dat zegt, immers het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Dat zegt iets over vertrouwen. Dat zegt iets over geloven. Wij moeten God gaan geloven als wij het benauwd hebben. Wij kunnen allerlei dingen. Wij zijn altijd heel goed in dingen oplossen in ons leven. Ik was ook zo iemand. Toen ik een bedrijf had. Zelf de touwtjes in handen houden. Zelf je dingen regelen. Zelf je verantwoording nemen. Maar er kan een moment komen dat ook jij zelf niet meer de controle hebt. En dat je de controle uit handen moet geven. Dan is God daar.
En al wie zijn geloof op God bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Dus wat te doen als je onder druk staat? Nummer 1, vertrouw God. Geloof hem. Betrek God. Ga het niet zelf oplossen, maar betrek God. Ren naar hem toe. Mensen in de Bijbel, die betrokken God. Die wisten wie hun God was. Die vertrouwden God. En waarom zou je het zelf oplossen? Als we een machtige God hebben, die ons kent. Al je haren zijn geteld. Hij kent ons bij naam. Hij kent onze gedachten. Zal ik u iets vertellen? Voordat deze aarde gemaakt werd, kende hij u al. God weet welke weg u opgaat. God weet het moment zelfs wanneer u uw laatste adem uitblaast. Dat weet hij, want hij is alwetend. God weet waar u doorheen gaat. God weet waar u over een jaar doorheen gaat. God weet het precies. Hij is alwetend. Maar de keuzes die wij maken vandaag bepalen waar wij morgen staan. De keuzes die wij vandaag maken om hem te dienen, om hem te vertrouwen, bepalen waar wij over een week staan. De keuzes die wij vandaag maken om onszelf over te geven aan God, bepalen waar wij over een jaar, over twee, over vijf, over 10 jaar staan. Er is niet zoiets als een lot. Ik werk met heel veel moslims. En dan hebben we het wel eens over examens die ik moet aanvragen, die ze moeten gaan maken. En dan zeg ik vaak van, ik wens je heel veel succes met de voorbereidingen. En ik hoop dat je het gaat halen. En zij zeggen dan vaak, inshallah. Wat betekent, zo de Heere wil. En meestal zeg ik dan tegen ze, ik denk, zoals ik God ken, dat hij het wel wil. En daarom is het belangrijk om God te kennen. Om zijn wil te kennen voor je leven. God wil niet dat je een verliezer bent. Hij wil dat je slaagt. Hij wil dat je succesvol bent. Hij wil dat je iets bereikt in het leven. Hij wil je beste geven. Hij wil je overwinning geven. Dat is waar geloof om draait. God verheugt zich niet over jouw ellende. God kan zich verheugen als jij overwinning op overwinning behaalt. Belangrijk om naar God toe te rennen. Want soms kun je soms zitten met een enorme last. Met enorme spanning. Met een enorme druk. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Want Jezus zegt, mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Vergeleken met de last die je zelf probeert te dragen, zegt hij. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf over te geven aan mij. En daar zit een sleutel in. Daar zit kracht in. Ken jouw God. Hij weet wat je van nodig hebt. Ken jouw God. Jeremia 29 vers 11 is een tekst die mij door mijn persoonlijke situatie heeft geholpen. Daar staat, want ik weet, en het is een bekende tekst, want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil. Hallo, van vrede, niet van onheil. Hij heeft het beste met je voor. En dat is wat ik zei tegen mijn vrouw in onze situatie, in ons faillissement. De tijd dat we moesten solliciteren, dat we geen baan hadden, geen inkomen waar we alles mee konden doen. Dat we zeiden van, hey, ik weet hoe dan ook, linksom of rechtsom, God is met ons. We bouwen ons geloof op hem. We vertrouwen hem en het gaat goed komen, want hij heeft ons een fantastische toekomst beloofd. Zoals u hier zit, ik weet niet hoe u hier bent gekomen vanochtend. Hij heeft een fantastische toekomst aan u beloofd. Of u nu ziek bent, of u nu schulden hebt, of u nou niet lekker in uw vel zit. Een fantastische toekomst heeft hij u beloofd. Het enige wat u moet doen is hem vertrouwen en hem geloven. Die tekst moet je soms omarmen en zeggen van, hey, ook al zie ik het niet, ook al voel ik het niet, ook al heb ik bijna menselijk gesproken geen hoop, zeggen andere mensen tegen mij van, het kan niet, het is onmogelijk. Hij wil u een hoopvolle toekomst geven.
Er staat niet, hij wil u een ellendige toekomst geven. Wij mensen zijn heel vaak op het niveau eigen schuld, dikke bult. Ik geloof in verantwoording nemen, begrijp me goed. God doet zijn deel, wij moeten ons deel doen. Maar de tijd van genade is nu. De tijd van hulp is nu. Hij is daar om u te helpen. Zonder geloof zul je niet ontvangen. Want dat is een voorwaarde. Geloof is de link naar Gods kracht. En die komt vrij als wij geloven. Alles begint met geloof. In een simpel, kinderlijk vertrouwen in Hem. Dus vertrouwen hebben we nodig. Nummer 2, wij moeten vragen wat we nodig hebben. Als je je nood aan Hem geeft en je maakt het bekend, je hoeft Hem geen informatie te geven. Dat bedoel ik niet met vraag. Want Hij kent je toch al. Hij wist al voor de grondlegging de wereld waar je doorheen zou gaan. Maar zeg Hem wat je nodig hebt. Betrek God erbij. Vraag. Bid. Jullie hebben zometeen een maand van bidden. En misschien soms vasten is ook heel goed. Om tijd te nemen. Om dingen uit de hemel te trekken. Sommige dingen moet je doen door vasten. Die zijn zo hardnekkig. En door jezelf weg te cijferen. Door te zeggen van Heer, ik geef u al mijn tijd. Ik geef u al mijn toewijding. Sommige dingen kun je doorbreken door te vasten. Het kost iets van je. Maar de overwinningen zijn daar. De Bijbel zegt, indien gij in mij blijft. En mijn woorden in u blijven. Vraag wat je wilt. En af en toe zal ik het je geven. Zegt hij dat? Vraag wat je maar wilt. En het zal u geworden. Ik zal het je geven. Want hierin is mijn Vader verheerlijkt. Dat gij vrucht draagt. Als je een leven hebt met alleen maar verslagenheid. Alleen maar nederlaag. Dat is geen getuigenis. En let op, ik veroordeel je niet. Want we gaan allemaal door dingen heen. We gaan door dingen heen. Maar het is een getuigenis. Ik zou graag willen. En ik heb het ook gezegd tegen Pastor Nardo in Spijkenissen. Dat elke week iemand de microfoon krijgt. En dat je kan zeggen, dit heeft God gedaan. Dat heeft God gedaan. Waarom? Want het inspireert ons. Het inspireert ons om Gods weg te gaan. Wij moeten horen de weldaden Gods. Wij moeten horen wat God aan het doen is. Dat geeft Hem glorie. Als we het voor onszelf houden, moeten we niet doen. Wij moeten Hem de glorie geven. Nummer 1, vertrouw God. Nummer 2, vraag. En nummer 3 is, verwacht. Wat je vraagt, je moet ook verwachten dat je het ontvangt. De Bijbel zegt in Jesaja 40 vers 31, maar wie de Heere verwachten, die putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar zij worden niet mat. Je moet de Heer verwachten. Datgene wat je vraagt, verwacht het van Hem. Het is net als een zwangere vrouw. Als zij zwanger is, dan ben je in verwachting. In verwachting van een baby. Is ook niet zo moeilijk om dat te geloven. Want iets gaat erin en iets komt eruit als baby. Het wordt zichtbaar, buik wordt groter. Maar zo is het ook met geloof. Wij moeten een verwachting hebben. In de voordienst werd het ook gevraagd. Wie heeft er een verwachting? Als wij hier komen moeten we iets verwachten. Dat God hier is. En ik geloof waar God is, daar is verandering. Daar is wijziging van staat. Je kan slap binnenkomen en sterk naar buiten gaan. Je kan zwak naar binnen gaan, maar sterk binnenkomen. Het is geen getuigenis als je hier zwak binnenkomt. En je gaat zwak weg. Waar is de eer? Waar is de glorie? Maar God is hier. Degene die de wereld heeft gemaakt. Die jou heeft gemaakt. Die jou kent. Hij is hier. Hij is hier om je aan te raken. Hij wil niet dat je blijft zoals het nu is. Hij wil altijd van overwinning tot overwinning. Van glorie naar glorie. Je moet een verwachting hebben. Als je hier bent,
Dat je weet van Heere God, we gaan naar het huis van u, maar we gaan u ontmoeten. En in die ontmoeting, daar zit kracht. Want hij is de bron van alles wat je nodig hebt. Wat heb je nodig vandaag? Waarvoor ben je hier gekomen? Is het traditie? Hele goede traditie trouwens. We zijn er niet tegen tradities. Maar als het alleen een traditie is, dan is het niet goed. Waarvoor ben je hier gekomen? Ben je hier gekomen om hem te ontmoeten? Of ben je hier voor een andere reden, om te chillen? Kun je net zo goed naar Feyenoord gaan? Of wat is het hier? Den Haag? FC Den Haag? Wat is het wat je bindt aan deze kerk? Is het alleen maar elkaar? Of kom je ook met een ander doel? Om hem te prijzen. Om hem glorie te geven. Om iets te ontvangen. Om hem te ontvangen. Ten vierde, nummer 1, vertrouwen. Nummer 2, je moet vragen. Nummer 3, verwachten. Nummer 4, en de laatste. Er zijn heel veel dingen hoor. Je kunt er wel 20 noemen. Maar nummer 4, ontvangen. Ontvang zijn genade. Door geloof. Wat heb je nodig? Ik bid dat je het zal ontvangen. Het kan voor alles zijn. Je kan hier zijn gekomen met een nood. God wil die nood, wil die ledigen. Hij wil je geven wat je nodig hebt. Heb je wijsheid nodig? Sta je voor een keus, voor een beslissing? Heb je inzicht nodig? Ik wil een andere baan hier. Heer, wilt u dat ik links ga of wilt u dat ik rechts ga? Wijsheid. De Bijbel zegt, indien echter iemand van u in wijsheid tekortschieten, wij kunnen niet alles weten, toch? Maar we moeten geleid worden door Gods geest. Indien iemand echter van u in wijsheid tekortschieten, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft. Eenvoudig. En zonder verwijt. Nou, dat klinkt als appeltje eitje, toch? Dus als je tekortschiet in wijsheid, dan hoef je alleen maar naar God te gaan. Ga eenvoudig. Geen mooie omhaal van woorden. Maar gewoon, Heer, ik kom tekort in wijsheid. Wijs me de weg. Leid mij. Zeg mij, moet ik baan A of baan B of baan C nemen? En hij kan je precies vertellen wat je moet nemen. Hij kan je waarschuwen van doe dat juist niet. Dat is geleid worden door de Heilige Geest. Wat heb je nodig? Genezing. Heb je genezing nodig? Ben je ziek? Struggle je met iets in je lichaam? God is hier. Hij is de geneesheer. Hij is de dokter. Het is eigenlijk verbazingwekkend hoeveel vertrouwen wij hebben in doktoren. Maar eigenlijk Jezus niet zien als geneesheer. Want het gebeurt toch niet. Of ik wacht al zo lang. Misschien heb je voorziening nodig. Misschien zit je met een schuld of met een andere last. God is bij machten om een wonder te doen. God is bij machten als we hem betrekken. Als we hem zoeken om doorbraak te geven. Ik wil eigenlijk vragen. De dame daar met dat rode shirt. Om even naar voren te komen. Wil je dat doen? En dat heeft een reden. Want ik ben geen fan van het programma. Maar soms kijk ik het ook wel heel leuk weg. Hoe heet je? Rachelle. Rachelle, ik heb hier een check. Een gouden check. Wie houdt er van checks? Nou, je hebt een programma dat heet de Postcode Loterij. Nogmaals, ik ga je niet stimuleren van word lid of iets. Ik denk zelfs dat je moet uitkijken voor loterijen. Maar goed, dat is een andere preek. Dit is een check. En ik wil jou vragen, misschien kun je aan deze kant komen. Want het gleufje zit aan deze kant. Om heel langzaam deze check, heel langzaam, 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 open. Oh. Heel klein beetje. Kijk, en dat is altijd leuk, hè? Wat achter de komma staat. Wat achter de komma staat is 5 cent. Dat is niet zo interessant, hè? We willen eigenlijk weten wat voor de komma staat, toch? Nou, trek hem maar verder eruit. 669, ik hou hem bewust vast. 669. Kun je daar veel voor kopen? 670 euro. Ja, ligt eraan. Kun je daar een telefoon voor kopen? Ja. Oké, nou gaan we hem verder trekken. Want wat is de prijs?
die Gaston van de Postcode Loterij zou kunnen uitdelen. Als die bij je thuis komt. Altijd leuk, hè? Ik zie herkenning, dus mensen zien het, hè, af en toe. Oké, trek hem maar eruit. Een bedrag van 176.000 euro. 669 euro en 5 cent. Kijk, er worden zelfs foto's gemaakt. Wil je een close-up? Kom maar, maak hem maar, maak hem maar. Wat kun je kopen voor 176.000 euro? Huis. Een huis. Oké, andere dingen. Wat kun je nog meer kopen voor 176.000 euro? Je hebt maar 20 seconden om te beslissen en daarna wordt de check weer ingenomen. Een paar auto's. Een paar auto's. Maar je kunt er één tegelijkertijd rijden. Ja. Maar een paar auto's, dat kan. Jij een auto, zijn auto, de hond een auto, de kat een auto, iedereen een auto. 176.000 euro. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Je mag naar je plaats. 176.000 euro. Maar wat als je geen 176.000 euro krijgt, maar je hebt dit als schuld? Hoe? Ja, ik hoor hoe. Ik kan u vertellen, ik zal weer op het podium gaan staan voor de camerabeelden. 1 jaar geleden was dit mijn schuld. Geen prijs, geen jackpot, helemaal niets, geen auto, geen 4 auto's, geen huis. Sterker nog, ik was mijn huis kwijt, alles kwijt. 176.000 euro in de min. En ik kan u getuigen dat precies 1 jaar geleden was dit mijn schuld. Maar God heeft een wonder gedaan. Want op dit moment is het nul. Van 176.000 euro naar 0 euro. Weet u hoeveel stress het met zich meebrengt? Hoeveel druk als je zo'n schuld hebt? Dat er alles door je hoofd heen gaat van hey, hoe kun je dit ooit inlossen in je leven? Het had alles te maken met het faillissement. Hoe kun je zoiets ooit inlossen? Ik heb gedacht aan emigratie. Dan ga ik naar een land ergens ver in Zuid-Amerika. Ergens waar er geen uitleveringsverdrag is met Nederland. Maar is dat de oplossing om te vluchten voor problemen? We hebben God geloofd en soms tranen gelaten. 17 maanden een bijstandsuitkering gehad, waar niks mis mee is, begrijp me goed. Maar moeten solliciteren voor een baan. Ik heb een baan gekregen als directeur van een vluchtelingenschool voor Nederlands onderwijs. Maar er was een crisis binnen de school. Ik had een aanstelling van 2 jaar. En in 1 keer kwamen er minder vluchtelingen naar Nederland, wat zou inhouden dat contracten niet werden omgezet naar vast. 135 mensen die zijn ontslagen. Het is niet, de contracten zijn niet omgezet naar een vast contract. Maar 2 mensen hebben ze aangenomen voor vast. En daar ben ik één van. En daar ben ik God ontzettend dankbaar voor. En we hebben goede afspraken gemaakt met schuldeisers. We hebben op een gegeven moment geschikt voor een heel klein bedrag. En daardoor zijn schulden, ze zijn akkoord gegaan. De dag van tevoren zou het absoluut niet lukken voor de rechtszaak. Maar ze zijn akkoord gegaan met ons voorstel. En nu een jaar later zijn we helemaal vrij. Vrij van alles. En dat is mijn getuigenis. En dat is iets wat God groot maakt. Geen nederlaag, maar overwinning. En er is weer hoop. Er is weer perspectief. We kunnen weer leuke dingen doen. We hoeven niet elke euro om te draaien. En dat is genade. Ik weet wat het is om van heel weinig geld rond te moeten komen. Dat je niet eens een bloemetje kan meenemen en kan kopen voor je vrouw. Dat is hard. Dat is niet leuk. Maar het kan weer. Ja, prijs God. Wonder op wonder hebben we gezien. Mensen hebben gezegd, je moet een boek schrijven. Alles wat God heeft gedaan om hem de glorie te geven. Een vaste baan. We hebben een ander huis gehad. We hebben een ander huis gekregen. Ik woon nu in een flat. En dat is goed.
Dat is goed voor dit moment. Beetje klein met z'n vijven, maar het is goed. Ik woon op de 8e verdieping. Ik kijk uit over Rotterdam. Ik zie de Euromast. Ik zie de Erasmusbrug. We hebben schitterend uitzicht. Alles dichtbij. God heeft ons echt geschreven. Maar zoals ik dit briefje hier had. Van een behoorlijke schuld. Wat staat er op uw briefje vandaag? Wat is er wat bij u uit de gouden check komt? En misschien niet eens de gouden check. Misschien is iets waar u voor schaamt. Kan. Misschien worstel je met iets. Al heel lang. Maar vandaag is de dag van verandering. Vandaag is de dag om jouw wonder tegemoet te treden. En ik zeg ook niet dat dingen vaak instant gebeuren. Sommige dingen hebben een tijd nodig. Soms moet je zelf andere keuzes maken. Ook mijn probleem, deze schuld, was niet in één moment opgelost. Maar we hebben ons geloof geactiveerd. En dat is wat we moeten doen. Ons geloof activeren en geloven voor grote dingen. Jesaja 59 zegt: zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen. Zijn oor is niet te onmachtig om te horen. Hij kent je. Hij kent je bij naam. Hij weet wat in je hart zit. Hij kent je omstandigheden. God is jou niet vergeten. Hij is mij niet vergeten. Hij is u ook niet vergeten. Hij heeft gezegd: ik ben altijd met je. Tot aan de voleinding der wereld. Ik zal u geenszins begeven. Ik zal u niet verlaten. Hij is met je. Hij houdt van je. Hij geeft om je. Hij wil met je zijn. Weet je nog wat op de zijkant van de gulden stond? Op de zijkant: God met ons. Hij wil met ons zijn. Dat is zijn naam, Immanuel. God met ons. En ik wil vragen of de muziek misschien wil kon gaan spelen. Gewoon rustig, aanbiddend. Soms moet je volharden in het geloof. Soms ontvang je niet alles in één keer. Net zoals je een baby moet groeien. Soms moet geloof groeien. Een baby is er niet plof in één keer uit. Dat heeft groei nodig. Maar het begint met geloof. En God beantwoordt geloof. Wat staat er op jouw briefje vandaag? Wat is jouw druk? Wat is jouw strijd? We zongen net over bergen. Maar wat is jouw berg? Niets is te gek. Ik heb me ook geschaamd. Want ik was de man die ondernemer was. Die geld maakte. 3 auto's voor de deur. Een goed salaris. Het was weg. Wat is waar jij mee zit? Wat geeft jou druk? Waar heb je verlichting in nodig? Waar heb je verlossing in nodig? Hij is hier op dit moment. Hij is hier om jou aan te raken. Om jou te vervullen. Om een wonder te doen in jouw leven. Ik wil vragen of we een moment erbij gaan staan. En God is hier. God is hier om aan te raken, om te vervullen, om te verlossen. En het kan een geestelijk iets zijn, een lichamelijk iets zijn, een schuld zijn. Maar ik wil vandaag vragen, ik wil je vragen om je ogen dicht te doen op dit moment. Hij is hier en hij kent je. Hij kent je door en door. Maar dit is de dag van overwinning. Dit is de dag van verandering. Sommigen van jullie staan op een kruispunt. Maar doorbraak is dichtbij. Ik wil je vragen, als er iets is waar wij voor kunnen bidden. Als er iets is waarvan je zegt van: hé, ik wil dit niet meer voor mezelf houden. Ik heb hier doorbraak in nodig. Ik heb hier overwinning in nodig. Hier moet iets in veranderd worden. Misschien is het een verslaving. Misschien ben je een roker. Of een drinker.
Of vlucht je in andere dingen? Misschien zit je vast aan pornografie. Ik wil je vragen om serieus te zijn met God. Want God is serieus met jou. Hij was zo serieus met jou dat hij zijn leven gaf aan een kruis.